Sint-Nicolaas is na een verblijf van enkele weken in ons land weer naar Spanje teruggekeerd. Het is een ongezellige traditie geworden dat de goedheilig man, die altijd met zoveel pracht en praal wordt ingehaald, steeds weer met de stille trom vertrekt. Daarom hebben wij zijn vertrek nu eens gefilmd. Een enkel kind met een slecht geweten en een handjevol kinderen met een goed geweten deden hem uitgeleiden. De douanen keken nogal wantrouwend, maar dat doen ze wel vaker. Met het oog op zijn lange baard waarschuwde men de Sint vooral nog even voor de schroef. Hij gaat nu van zijn vermoeienissen uitrusten en nieuwe rijmwoorden verzamelen voor zijn vermaarde sonnetten. De jeugd van Nederland betreurt zijn vertrek, op enkele ondergedoken stoute kinderen na, voor wie dit vertrek een opluchting was